Het Queer Arts Festival bleef in het weekend van 29 september zijn eerste editie. Wie of wat queer is, is voor iedereen anders. Kunstenares Jette Rode is thuis in de vorm van kunst die is gebaseerd op queer en weet meer over het queer zijn. Queer art, dat is een begrip die vrij moeilijk te vangen is in één hokje. Zowel het begrip queer als art is heel fluïde en er zijn ontzettend veel definities van. Dus vandaar dat we als Qtopia Queer Arts Festival met name vragen stellen, zowel aan de kunstenaar als aan de toeschouwer. Queer is geen ander hokje. Het is namelijk zo dat het begrip queer zo ontzettend uiteenlopend is. Allemaal verschillende definities heeft vanaf de jaren 80 tot nu. Waardoor er helemaal geen hekjes om de tuin van het begrip queer staan. En dat is ook wat we in dit festival willen laten zien. Het festival is mede georganiseerd door Ingrid Oostendorp. Zij is zelf kunstenares en eigenaresse van Kunstmagazijn. Daarnaast speelden verschillende aspecten van het thema queer ook in haar leven een rol. Dit initiatief is ontstaan vanuit mijn onrust en onvrede en ook eigenlijk altijd wel woede van dat er zoveel lagen in de samenleving bestaan die eigenlijk nooit gezien worden. Of er niet zijn, of dat je denkt, ja, wat gebeurt daar? Maar ja, ook nieuwsgierigheid van. En dat sinds 2,5 jaar Kunstmagazijn in mijn en Peters handen zijn gevallen. Van dat we dat platform eigenlijk kunnen bieden om inderdaad ook binnen de kunst, maar nu ook queer, en daar weet Jette dus veel over te zeggen, maar dat we dus dat zichtbaar gaan maken. En op het moment dat iets zichtbaar wordt, dan kun je eigenlijk over gaan praten. Als iets onzichtbaar is, dan weet je niet wat er gebeurt. En dat is eigenlijk mijn achterliggende reden waarom ik heel erg blij ben dat wij in een korte tijd samen met een projectgroep bestaande uit 6 mensen dit gewoon tevoorschijn hebben kunnen toveren. Misschien is niet alles perfect, maar ik vind het super perfect.